Dus super tof dat jullie kijken vandaag naar deze nieuwe vlog op mijn kanaal. Mijn naam is Miranda. Vandaag heb ik een nieuwe video voor jullie. Vandaag ga ik naar World of Dinos naar Utrecht. Niet lachen. Mijn vader zit me gewoon weer uit te lachen. Maar doe in ieder geval een duimpje op. Te lachen. Zit me uit te lachen, jij. Jawel. Je zit me uit te lachen, jij. Zie jij, mam, hij zit er gewoon uit te lachen. Ik zie het aan zijn grens.
als je mee kon kijken naar het filmen, zie je ook.
die had je al gebeten. Je had het niet naar kunnen vertellen, hè? Als die je had gebeten, had je niet kunnen overleven op je hand. Dan ben ik weer. Ik ben thuis. Het is bijna 3 uur. Mocht je wel vragen waarom ik een rood gezicht heb. Ik heb net een beetje probleempjes gehad. Even mijn ouders. As usual, dus jullie wel het vaak wel genoeg gewend. Maar ik heb een leuke dag gehad. Ik vond het leuk. Alleen het is een beetje, denk toch iets meer voor kinderen. Want je zag niet echt volwassenen lopen. Tenminste, niet zoals niet volwassenen lopen van mijn leeftijd. Ze zijn geen jong volwassenen van mijn leeftijd lopen. Dus ik vond dat wel, toch wel meer echt voor kinderen. Je zag echt heel veel kinderen lopen. Dus eigenlijk meer voor gezinnen met kleine kinderen. Dus mocht jij toevallig kleine kinderen hebben, zou ik zeggen, ga er naartoe. Je kan volgens mij tot met 2 september kan je er nog naartoe. Dus ik zou zeggen, ga er naartoe. Je moet daar wel tickets voor hebben. Maar je kan dus via de NS bij Sportenwinkel kan je ook namelijk het toegangskaartje en het treinkaartje voor krijgen. Dus dat is een actie op Sportenwinkel. Daar zal ik even een linkje van in de beschrijving zetten. Maar de website van World of Dino's zelf zal ik ook even in de beschrijving zetten. Dan kan je daar ook tickets kopen. Maar als je bij NS doet, ben je 2 euro goedkoper uit. Want dat kost 15,75. En op de site van World of Dino's zelf betaal je 17 euro. Dus ik denk dat NS een stuk goedkoper is. Want en heb je een treinkaartje erin. En de entry zit erop in. Dus dan krijg je gewoon een ticket voor de entry er ook bij. Dus dat is wel fijn. Dus dan ben je een stuk goedkoper uit. Dus maar let niet op mijn rood aangeslagen gezicht, maar ik heb ruzie gehad, maar ik zal dat wel een week voor gaan liggen. Ik wil dus in ieder geval bedanken voor het kijken en veel doen en duimpje omhoog. Vergeet niet hieronder op dit kanaal te abonneren. Laat ook weten in de comments wat je van deze vlog vond. In ieder geval, zie ik je volgende keer bij een nieuwe video weer.